Hallo, dag liefste weegschaal. Mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse tarotlezing. Deze lezing is goed voor weegschaal, zowel in zonteken als ascendant als eventueel ook maanteken. Eventjes kort bespreken hoe ik te werk ga. Ik begin mijn lezingen altijd met enkele orakelkaarten. Die leggen heel mooi de basis. Daar springen mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Ik geef jullie altijd graag mee dat al mijn decks zijn steeds op voorhand geshuffeld per sterrenbeeld. Dat doe ik allemaal off-camera. Dat duurt gewoon te lang anders. De meeste van mijn decks zijn Engelstalige. Ik zal ze sowieso vertalen voor jullie en uiteraard verklaren. En voor de mensen die nieuw zijn, geef ik ook altijd mee dat ik tweetalig ben. En waarom zeg ik dit? Ik ben zowel Vlaams, maar ik ben ook een Britse. Omdat ik luidop connecteer met mijn kaarten in het Engels. Dus daarom, als je mij voor de eerste keer hoort, dan denk ik van misschien wel belangrijk dat je dit weet. Wat dien ik jullie nog te vertellen? Voor degenen die interesse hebben in een online, private, privé reading, tenminste persoonlijke lezing bij mij, dan kan je dit altijd aanvragen. Dien mij gewoon een mailtje te sturen naar gailstarot@gmail.com. Mijn e-mailadres vind je ook altijd onderaan de video in de beschrijving, daar klik je gewoon eventjes op. Nu, deze week ben ik nog een beetje aan het bekijken waarover ik op astrologisch vlak met jullie wens te vertellen, want er zijn heel wat verschuivingen. Ik ga het niet hebben over Mars en daardoor zal ik het heel kort aanhalen nu voor jullie. Kijk, Mars, die planeet van actie, die planeet van vooruitgang, van lef, van moed, van passie ook bovenal, van creativiteit. Die planeet, dat is een dichte planeet, die beïnvloedt ook ons dagelijkse leven. Die verschuift voor de volgende 6 maanden, verschuift die in het teken van kreeft. Nu, Mars in kreeft voelt zich niet altijd zo supergoed. Kreeft is een emotioneel teken, dus het kan wel zijn dat wij de volgende maanden, zelfs weken, begin maar weken, de eerste volgende 8 weken, dat wij wat emotioneler kunnen zijn dan normaal. Dat is de eerste. Nu, als ik dan kijk voor jouw liefste weegschaal, Mars zal in jouw 10e huis staan. En dat is jouw huis van jouw job en jouw carrière. Dus sowieso heb ik het wel het gevoel dat jullie een boost zullen ervaren daarop. Maar ik dien jullie wel aan te geven, ik denk dat jullie meer zullen willen werken. Ik dien jullie wel aan te geven dat je moet opletten dat je niet te veel ook doet. Want velen onder jullie kunnen te veel wensen te doen aan de ene kant. Ik zie Mars in jullie 10e huis bijvoorbeeld ook niet. Mars is ook een conflict planeet. Het is een agressieve planeet. Het is de heersende planeet van oorlog ook. Dus in het 10e huis dienen we op te letten met betrekking tot onze collega's. Dienen we op te letten dat we geen ruzie of disputen kunnen hebben met betrekking een baas, een overste figuur, een Mars-gerelateerde figuur. Iemand die het voor te zeggen heeft op jouw werk. Hè. Ik zou zeker deze komende periode bijvoorbeeld geen promotie gaan aanvragen aan mijn leidinggevende. Zeker de volgende maanden zou ik dit uitstellen. Dat is de eerste wat ik wens mee te geven. Dus ik zou daar ook wel mee geven. Let op dat je niet te veel werkt. Dat je niet te veel doet ook. Want ik denk dat er een push in velen van jullie zullen zitten. Omgekeerd kan het ook gewoon zijn dat velen onder jullie beslissen om gewoon part-time te gaan werken. Die optie ligt daar ook. Jullie 7e huis wordt ook aangekaart met deze transit van Mars. 7e huis is het huis van relaties. 1-op-1 relaties. Daaronder zijn de partnerships op het werk. Collega's, baas zoals ik al zei. Maar het is ook jouw vrienden. En het is ook jouw huidige partner. Of eventueel een nieuwe partner. Ik zie daardoor dat er wel een verandering kan zijn. Dus voor degene die bijvoorbeeld single zijn, kan er iemand daardoor in jouw leven komen. Voor degene die een partnervorm zijn, kan er iets afgesloten worden. Een verandering van status kan optreden met Mars in het 10e huis voor velen. Ik denk ook dat sommigen van jullie zelfs een soort van een nieuwe job zelfs kunnen krijgen, waardoor dat jullie zelfs als het ware dienen te verhuizen. Dus verschillende aspecten gekoppeld aan elkaar. 10e huis carrière, eventueel verhuizen, eventueel gekoppeld ook aan bestaande relaties, nieuwe relaties, eventueel relaties die verbreken. Mag mij dit zeker laten weten. Dit correleert altijd het beste, op astrologisch vlak correleert dit altijd het beste met de weegschaal in ascendant. Maar aangezien het zonteken is vaak gecorreleerd ook met jouw carrière, neem dat gewoon maar weegschaal in zon en weegschaal sowieso in ascendant zullen dit het meeste voelen. Okay? Dus dat is een kleine tussennoot wat ik nog wou meegeven met jullie. Goed, we gaan er direct in duiken en ik neem graag de kaarten erbij. Here we go. Alright, what can you show me please for Libra for the coming week for the collective? Any general messages? Thank you. Ik heb hier een flipper, als ik eraan kan. Jawel. Aha. Ja, oké. En ik heb de Field of Dreams.
Ja, je kan het gevoel hebben nu momenteel, je hebt een dry desert kaart. De dry desert kaart toont aan dat jij het gevoel hebt dat er niets als het ware lukt. Dus de woestijn, hè. De woestijn is heel moeilijk om te overleven, hè. Er zijn maar enkele soorten planten, zoals een cactus die hier in de verte staat, die kan overleven in de woestijn. Dus voor mij toont het alvast al aan dat je dient te geloven in het onmogelijke bijna. Dat je dient te volharden. En dat je dient andere manieren te vinden om succesvol te zijn op een of andere vlak. Dus ook mentaal, op een andere manier gaan denken. Zeker als je het gevoel hebt dat je ergens in een woestijn verkeert. In een dorre woestijn waar er niets aan het groeien is. Jullie gaan echt wel naar een periode van groei. Wees daar maar zeker van. Maar deze kaart doet mij nog eens proberen eens op een andere manier na te denken. Probeer eens naar bepaalde zaken op een andere manier te kijken. Op een positieve manier weliswaar. En kijk eens waar er mogelijkheden zijn. Zoals deze cactus die zich aangepast heeft om te kunnen groeien in deze woestijn. Oké? Dat zijn de allereerste boodschappen. Alright, ik ga het volgende dek erbij nemen. Show me what else I need to know, please. Libra. Thank you. Two cards. Love. Healing. Oeh. Ja, zoals ik al zei, hè, ik zie het een beetje astrologisch, hè. Dus het kan zijn dat er velen onder jullie iets te maken hebben in de liefde. Ik zeg nu niet dat elke weegschaal een liefdesverhaal heeft waar er een breuk in is, waar er momenteel wat chaos is. Dat is niet voor iedereen. Maar het is wel een kaart die spreekt over chaos in de liefde. Een moment dat het wat moeilijker kan gaan. En dan laat ik dat gewoon een beetje meer in het midden hoe dit voor jou persoonlijk zal zijn, hè. Ik zeg altijd, weet dat die orkaan hier. Weet dat die voorbij trekt. Als je midden in die woestijn zit en je hebt het gevoel dat er niks meer is voor jou, en midden in die chaos-energie, weet dat dit voorbij gaat. Weet dat er mogelijkheden aankomen voor jullie. Jullie dienen gewoon een beetje geduld te hebben en kijken ook in mogelijkheden. Nummer 3 is altijd origineel kijken. Kijk eens wat jij kan veranderen. Kijk eens waar er wel opportuniteiten zijn. Want deze engeltjes op deze eieren, die denken ook dat ze erop kunnen blijven zitten en dat die eieren zullen uitkomen en wedden dat het hun lukt ook op een of andere manier. Dus volharden, zeker in de liefde. Voor anderen kan het gewoon zijn na een bepaalde periode van chaos dat er nieuwe liefde op jullie pad kan komen. Dat is dan waarschijnlijk voor de singles onder jullie. Alright, mooi om te zien. Ik heb heel graag als mijn kaarten correleren, uiteraard met de astrologie. Dan toont het mij dat de reading on point is. Here we go. Show me please. What else do I need to know? For Libra. Show me what else I need to know, please. For the collective, for next week. Any general messages, please. Thank you. Ik heb planting seeds. Voor mij een heel goede kaart. Seeds of grace are being planted in the fertile soil of my soul. Je gaat naar een periode waarin jij nieuwe zaadjes kan planten. Ik denk na deze periode hier, deze periode van woestijn, waar er bijna niets in groeit, waar jij vast zat, waar jij voelde dat er iets niet vooruit ging. En dat kan letterlijk, zoals ik zei, dat kan in liefde zijn. Dat kan eventueel op jouw job ook zijn, waar iets, een project waar jij liefde voor had. Jij gaat naar een andere periode. Jij gaat naar een periode waarin dat jij als het ware jouw ziel terug kan openzetten en jij terug een zaadje kan planten. En dat zaadje kan bewateren en dat er terug een plantje volledig kan uitkomen. Dus dat je iets terug opnieuw kan beginnen. Chaos, nieuw begin. Fantastisch. Alright, we gaan verder. Ik neem dit dek erbij. Okay, show me what messages I need to know, please, for Libra, for the collective. Hoppa, thank you. Ja, yeah. Okay, what else, please? Any other messages, please, for the collective? For next week, please. Thank you. Ja. Nou, de belangrijkste kaart dat er hieruit valt, voor mij toch althans, is I release and let go. Ik laat los wat niet meer voor mij is. Ik laat mijn verleden los. Ik ga vooruit. Ik ga er gewoon voor. Ik weet dat er een nieuwe toekomst voor me klaar ligt. Ik weet dat ik nieuwe zaadjes kan planten. Sorry, op mijn neus zit. Ik heb daarnet mijn kat vast gehad. I'm always doing my best. Ja, dat is gewoon je opperste best. En daarvoor wens ik jullie toch wel een beetje te waarschuwen. Hè? Dus zoals ik zei, die energie Mars in het tiende huis. Pff, dat is zo'n
Ja, dat is een energie, dat is het tiende huis, jouw carrière bijna op steroïden. Hè? Dus dat is continu je best wensen te doen. Misschien daar toch een beetje kijken dat je genoeg tijd voor jezelf neemt, dat je niet in het rode gaat. Want ik heb ook dan nog eens terug, I am strong. Ik ben sterk, ik kan alles doorheen, ik kan het allemaal aan. Het zijn fantastische kaarten, maar ik wens wel te vragen aan jullie om check-in with yourself, dat je er niet over gaat. Oké? En dan, laatste deck. Ja, ik heb hier zo'n nieuw dekje. Het is soort van een heksendekje. Dan denk ik, ik zal er maar eens een kaartje uithalen. Oké, let's see what we have, please. For Libra. Can you show me what they need to know, please, for next week? Can you give me one, two cards, please? For Libra. Thank you. Ja, opnieuw. Let them go. Ik heb hier twee keer de release kaart. I let go. Opnieuw. Let them go. Laat hen gaan. Laat het hem. Dus them is zij. Laat hun losgaan. Laat het los. Laat die personen los die, ja, die gewoon bijna opgebrand zijn. Relaties die opgebrand zijn. Laat ze los. Nummer 9, 1 en 8, nummer 9 is vooruitgang. Hè? Door los te laten, stel jij je terug open en creëer jij nieuwe zaken in jouw leven. Ah, mooi hoor, liefste weegschaal. Oké, ik neem er de tarotkaarten bij. Neem terug algemene boodschappen voor jullie. Zijn kaarten die eruit flippen, ik zal ze tonen en dan enkele die nodig zijn, verklaar ik nog met een tweede deck. Here we go. Oké, what can you show me please? Thank you. What can you show me for Libra, please? Any general messages for next week, please, for the collective? For Libra. Thank you. Bad world. Two more, please, for Libra, for the collective, please. Show me what they need to know. Thank you. Hop. Okay. Okay, mooi. Ja. Oké, Two of Pentacles. Dat is een juggling kaart. Dat is een kaart die zegt, jij moet de keuze maken. Jij moet de keuze maken wat belangrijk is voor jou. En dus letterlijk voor mij is altijd de Two of Pentacles. Pentacles zijn materiële zaken. Het kan zijn dat je te veel aan het doen bent. Het kan gewoon zijn dat je met te veel ballen in de lucht aan het houden bent nu momenteel. En dat je eentje dient los te laten. Het hoeft niet groot te zijn, maar toch iets loslaten. Letting go, komt hier te veel. Dit opnieuw. Iets, één van deze twee loslaten. Zodanig dat jij je kan focussen op die ene. Energetisch gewijs is ook belangrijk. Hè? Want zo raak je echt wel overwerkt. En zo raak je naar een burn-out toe voor de volgende periode. Dus onthoud die Mars-energie in jouw tiende huis. Ik zie een spark naar de toekomst toe direct al liggen. Dus vanaf hier, dat jij hier ergens wel beslist hè, om bepaalde zaken wat meer los te laten, dan ben jij volgens mij hier vertrokken. Dat is het licht staat op groen. Dat is een nieuw pad gewoon. Dat is een nieuwe richting dat jij ingaat. Nieuwe geïnspireerdheid, nieuwe liefde eventueel. Nieuwe creativiteit. Voor sommigen kunnen we ook een reis maken met deze kaart naar het buitenland. Hier vanachter zie je ook de piramides. Is er misschien iemand die naar Egypte gaat? Kan. Het is gewoon buitenal een kaart van nieuw avontuur. Een nieuw avontuur staat klaar voor jullie. Dit kan perfect in de liefde zijn voor velen, want het ligt onder de liefdeskaart. Ik zeg dit ook niet zomaar, want ik heb de wildcard. En die wildcard die toont aan dat er meer balans komt in jouw leven. Die toont aan dat er meer harmonie komt, maar die toont ook aan dat jij door een nieuw portaal gaat. De wildcard is letterlijk een nieuwe wereld. Dus zeker kan het zijn als jij behoefte hebt om op reis te gaan nu, liefste weegschaal, en jij kan dat. En jij kan wat tijd nemen voor jezelf. Alsjeblieft, die twee kaarten nodig jou uit. Ja? De world, op reis. Page of Wands is creativiteit. Je kan zelfs iemand tegenkomen op reis. Je kan een nieuw creatief project ontdekken. Jouw passie kan terug opgelaaid worden. Dus ik zou echt willen maken dat jullie tijd nemen voor jezelf. Hè? Die wildkaart toont ook aan, is dat er meer in de licht onder die healing, de chaoskaart. Dus daarom zeg ik, als je in een bepaalde situatie hebt gezeten, of jij voelt dat je in een bepaalde situatie zit, dat het wel wat moeilijk soms is, neem eens wat tijd voor jezelf. Het kan genezend werken. Even je eruit te trekken hoeft niet lang te zijn. Dat kan zelfs een weekendje zijn. Weekendje naar zee bijvoorbeeld. Weekendje naar de Ardennen. Weekendje naar Duitsland. Ik noem maar iets op. Nederland, fantastisch.
Maar even, even eruit te trekken. En dan denk ik dat jullie door een nieuw portaal stappen. Hè. Dat is hier een groot hoofdstuk die afgerond wordt. De worldkaart, dat zie je hier ook, ligt in het midden van jullie reading. Dus het is duidelijk hier iets die, ja, hoofdstuk afronding, zeg ik altijd met een worldkaart. Hè. Letterlijk een wereld die jouw wereld verandert. Terug, Ace of Wands. Ja, planting seeds, dat is de kaart van nieuwe zaadjes planten. Dat is de kaart van nieuwe inzichten creëren. Een nieuwe manier van kijken. Ik ben een nieuwe manier van kijken aan het leren. Naar het leven, naar mezelf. Wat ik wens voor mijzelf. Hè. Mijn nieuwe inzichten aan het creëren. Ik heb een nieuw project voor mezelf. Planting seeds. Ik ga het zaadje in de grond steken. Ik ga het bewateren. Kan je alleen maar doen als je zaken loslaten. Let them go. Okay. Seven of Wands. Vooruitgaan. Dat is iemand die beukt. Dat is iemand die niet stopt. Dat is iemand die desondanks dat hij al wat meegemaakt heeft. En dat hij al van links naar rechts heeft gegaan. En die blijft zichzelf verdedigen ook. Die toont aan dat hij eerst als een sterke persoon is. Die verdedigt ook zijn huis en zijn thuis. Die verdedigt iedereen. Die is iets aan het leren ook. Dus iemand die lessen aan het leren is door het leven. Hoe sterk dat hij ook is. Ja, dan heb ik gewoon een fantastische kaart om mee te eindigen. Ik heb de Three of Wands. Heel mooi. Dus dit traject toont mij echt aan. Dat jullie naar die nieuwe wereld stappen. Opnieuw heb ik een kaart van buitenland. Hè. Opnieuw heb ik een kaart tegen die aantoont. Ik wil eigenlijk hier een duwtje geven naar jullie. Dat is zo'n kaart die staat aan de oever. Die heeft gekozen voor ene staf die waar die liefde voor heeft, waar die passie, creativiteit voor heeft. Die aha-moment, ik heb het ingezien, ik heb nieuwe ideeën, ik wens daarvoor te gaan. Ik wens dat zaadje te planten. Hè. Het enige wat die nog dient te doen is eigenlijk van die oever stappen. En die wijde wereld in gaan en die zee als het ware gaan bevaren. En dus je dient het gewoon te doen. Mooi. Ik ga iets opschrijven voor de titel. Oké. Dan ga ik nog enkele kaarten gaan verklaren. Ik ga sowieso beginnen met de World Card. Oké, clarify that World Card, please. En de Hermit, ja. Die healing hier, dat is een transformatie zelf dat je kan ondergaan. Die chaotische momenten dat je meegemaakt hebt, of waar je misschien nu nog in zit, die zullen zelfs een genezende factor hebben voor jezelf. Neem de tijd ook voor jezelf om van bepaalde aspecten van het verleden te genezen. Dat is een soort van een transformatieproces ook. De vlinders hangen rond deze orkaan, zal ik het maar noemen, twister. En die vlinders duiden op transformatie en meer vrijheid zelfs voor jezelf. Meer vrijheid om een andere richting in te gaan. De Hermit die vraagt echt, luister naar je innerlijke stem. Luister naar die innerlijke richting die jij aan het zoeken bent. Het zesde zintuig, dat stemmetje van binnen, die wenst jou iets te zeggen. En doe het allemaal op jouw gemak. Neem wat meer tijd voor jouzelf. Okay. Show me that page once, please. Hangman. Ja, maar er is hier duidelijk dat er hier iets over is. Hè? Allemaal kaarten die vragen om los te laten. Ik heb er vier al. Loslaten. Een einde van een hoofdstuk, een afronding. Tijd om even terug te trekken, tijd om even alle zaken te analyseren. Tijd om bepaalde aspecten vanuit een ander standpunt, opnieuw origineler standpunt te gaan bekijken. Andere manieren kijken, andere invalshoeken gaan zoeken. Hoe jij eigenlijk terug die nieuwe richting kan ingaan, dit nieuwe avontuur kan ingaan of aangaan voor jezelf. Het is voor mij een heel duidelijke lezing, liefste weegschaal. Oké, show me last card, that three of wands. Clarify that three of wands. Twee kaarten, the lovers. Woe, in full. Liefste weegschaal, er ligt liefde op jouw pad. Nieuw avontuur, nieuwe liefde. Full is het nieuwe begin. Dat is echt de kaart die zegt, ja, ik start gewoon een nieuw avontuur. Hè. Ik start gewoon een nieuw hoofdstuk in mijn leven. En daar komt eigenlijk deze Two of Cups.
Two of Cups is de liefdeskaart, is de soulmate kaart. Er komt een soulmate, er is een mogelijkheid dat jij een nieuwe start kunt hebben met iemand nieuws en een nieuw avontuur kunt aangaan. Voor sommigen kan dat zelfs in het buitenland zijn. Ik ga me daar niet op specifieren. Het is wel letterlijk, het kan gewoon zijn dat je verhuist ook voor de liefde. Het kan ook zijn dat jij zegt van, ik heb te laag gegeven, voor je werk kan je verhuizen, maar je kan voor de liefde ook verhuizen. Jij kiest duidelijk, jij zal duidelijk voor iemand kiezen en een nieuw avontuur aangaan. Fantastisch. Is de weegschaal. Mag mij zeker laten weten of deze lezing, ja, of die boodschappen wat resoneren. Mag dit laten weten door een reactie na te laten, door de video te liken. Mocht je nog niet geabonneerd hebben, kan je dit altijd doen. Ik apprecieer dat ten harte. Je kan ook altijd op het belletje klikken, dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van een nieuwe video. Maar voor nu wens ik jullie van harte te bedanken om te kijken. Ik wens jullie een heel mooi weekend toe. Ik wens jullie ook een heel leuke week toe. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag weegschaal.